Verhalen uit de Bijbel. Het verhaal van Pinksteren. Dit zijn de apostelen. Hallo! Zij waren de leerlingen van Jezus toen hij nog op aarde was. Voordat Jezus naar de hemel ging, had hij tegen zijn leerlingen gezegd om in Jeruzalem te blijven wachten. Toen Jezus naar de hemel was gegaan, keerden de leerlingen terug naar Jeruzalem, naar hun vrienden die ook tot geloof gekomen waren. Dan, op Pinksterdag, toen ze allemaal bij elkaar waren, kwam er uit de hemel een geluid alsof er een harde storm opstak. Wow! Het leek net alsof ze vlammen boven hun hoofden hadden. God had de Heilige Geest over hen uitgestort. De Heilige Geest liet hen in allemaal vreemde talen spreken. In Jeruzalem waren er op dat moment vanwege een feest heel veel mensen uit andere landen. Toen ze het luide praten hoorden, liepen ze er allemaal op af. Wat is er aan de hand? Oh. Hey, hoor je dat? Hoe kunnen ze zo praten? Die mannen komen toch uit de streek Galilea? Maar ze spreken in allerlei vreemde talen over wat hun God allemaal heeft gedaan. Wat betekent dat? Ach, laat ze toch. Maar anderen vonden het maar raar wat ze deden. Ze hebben daarboven vast te veel wijn gedronken. Wauw. Toen stapte Petrus naar voren en riep naar de mensen. Luister mensen, we hebben echt niets gedronken. We doen iets gek, maar dit is een fantastisch geschenk van God. We hebben van hem de Heilige Geest ontvangen. Jezus is gekruisigd, maar is weer opgestaan. Precies zoals God heeft gezegd. Jezus is nu in de hemel, maar heeft zoals beloofd de Heilige Geest gestuurd. En dat is voor iedereen. De mensen waren ontroerd toen ze Petrus zo enthousiast hoorden praten. Petrus, wat moeten we dan? Laat je oude leven achter je en geloof in God. Laat je dopen in de naam van de Heere Jezus, zodat je vrij mag zijn. Dan krijg je ook de Heilige Geest over je. Wow! Petrus bleef nog lang praten over wat God van plan was met de wereld. En steeds meer mensen kwamen tot geloof. 3000 mensen lieten zich die dag dopen. De mensen die tot geloof gekomen waren, leerden veel van de apostelen. Hey! Hoi! Ze kwamen vaak bij elkaar om te eten of te bidden tot God. Iedereen stond versteld hoe de discipelen wonderen deden en zieken weer beter werd. Alle gelovers deelden hun bezittingen met elkaar. Hier, dit is voor jou. Dankjewel. Ze hielpen arme mensen. Kijk, dit is voor jou. Dankjewel. Ze dankten God elke dag in de tempel. En vierden thuis bij elkaar het avondmaal. Ze waren blij en onbezorgd. En God zorgde ervoor dat er elke dag steeds weer nieuwe mensen bijkwamen die ook in hem gingen geloven.